Ah, nee, nee. Ik ga beginnen met het vlees. Hè. Dat is ook goed warm, ja. Perfect van temperatuur, hè. Ja. Oké, okay. Voilà. Goed, mijn alles. Maar juist kijk naar alles zijn. Dus mijn de shallotjes, mijn de olie, mijn de fond, mijn de rode wijn, mijn de boter hieronder staan. Ja. De onglet, de grillplaten. De ding, en juist een keer met je thee misschien. Ja. Met je thee, maar ik krijg een squint niet waarschijnlijk. Olivier, breng ik hem met je team. Kijk, hier is ze, voilà. 007 Showtime. Hier is wat ik heb voor ouder. Dat is een keer niet van verre. Dat is van hier, het Belgische vlees. Een van de toppertjes dat we de laatste week ook in de restaurant als degustatie geven. Ik zou bijna zeggen, bijna vergeten. Bij de bevolking is het bijna vergeten. Vroeger was dat eigenlijk heel goed gekend en heel goed beheerd. Waarom? Had er eigenlijk nooit geen keur van. Want dat is het stuk, zo'n stuk, is er per dier. Dus als je weet dat een dier 1000 kilo weegt, is er eigenlijk maar 600 gram van de onglet. De onglet is eigenlijk de longspier. We ademen in en we ademen uit. Dat is niet die long, hè. Dat is een spier. Een spier doet eigenlijk heel die long samentrekken, die borstkast openzetten en weer samentrekken. Dat is eigenlijk een spier die heel veel werkt. Dat is een van de meest gebruikte spieren in het lichaam. Zowel in het mensenlichaam of het dierenlichaam. Daarvoor is dat heel donker van kleur en is dat ook grof van draad. Dat is een spier die heel veel werkt. De enige spier dat ik weet die meer werkt dan de longspier is het hart. Omdat je ongeveer een zestigtal keer per minuut slaat je hart open en toe. Dus als je dat telt op een dag, hoeveel dat is. Nu, ik hou een keer met je naam. Een longspier daarentegen, bij de koe, varieert dat tussen de 10 à 30 keer per minuut. Gaat de koe gaan ademen. Dus wat dat zeggen, 30 wil zeggen, jonge dieren, kalveren, gaan 30 keer per minuut in- en uitademen. Een oudere koe gaat meer naar 10, rustiger. En gaat 10 keer per minuut. Dus als je dat uittraint, is dat ongeveer een 20.000 keer per dag. Dus je kunt pijs naar een spieren die werkt, hè. Goed, we gaan dat doen, like traditioneel. Wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon voorharen. We gaan dat voorharen op de 007. Ja, ik kan moeilijk zeggen op een ander toestel, maar je kunt niet voorharen op een ander toestel. Ja. Hey, we gaan dat voorharen onder het vuur. Ja. En wat gaan we ondertussen doen? We gaan ondertussen een lekker sausje doen. Voilà. We gaan dat goed voorharen hier, onder het vuur, in ons berucht skof. En ik heb mijn potje al voorgewarmd. Voor een sausje te maken. Want dat is een van de weinige soorten dat we eigenlijk hier in het restaurant sowieso gaan serveren met een sausje. Normaal gezien niet. Ons concept is echt puur lekker vlees. De cuisson vraagt geen saus. We horen dat verschillende keren bevestigd door de klant hier. Maar daar gaan we sausje bij geven. Dat is nu uitzonderlijk. Ja. Wat sausje gaan we daarbij geven? Dat is eigenlijk een shallotsausje noemen we dat. Kijk, we gaan nu stelletjes die shallotjes, noem het aanfruiten in een gietijzende potje op ons vuur. Voilà. Dat dan een klein beetje lager zijn. Dat is het voordeel aan 007. Dat je roostertjes hebt dat je zowel onder en boven kunt zijn. Voilà. We gaan dat stelletjes laten sutteren en pruttelen. Totdat dat lichtjes haar is. En toen gaan we dat blussen met een fond. Met een klein beetje magere room bij. Een klein beetje magere room. Laten inkomen. En dan vin rouge. En niet zomaar een vin rouge. Hè. Pas op, hè. Ik weet niet of je kunt lezen, cameraman. Dat is Vin Rouge van Baudouin. Ken je hem? Baudouin nog? Ken je hem nog? Onze koning, met Fabiola. Die wijn is eigenlijk ontstaan, die mélange van die druivenkes, is eigenlijk ontstaan toen koning Baudouin van La Belgique de Fabiola van Espagne ten huwelijk vroeg. In het teken van dit huwelijk hebben ze die wijn destijds, dus die mélange van die druivenkes, eigenlijk een wijntje meegemaakt. En op vandaag zijn we heel trots als Belg om die Spaanse wijn ook in ons restaurant te serveren, uiteraard. Heel karakterwijn, hij zit ervoor of hij zit er niet voor. En daar gaan we ook dat sausje een klein beetje mee influenceren. Dat is niet juist te zeggen, maar ja, ik vind het nu en toen nieuwe woorden nut. Goed, kijk eens hier wat hier aan het gebeuren is. Kijk je het nog? We kunnen niet geloven in België hoeveel ze tankjes dan er al in restaurants gebruikt zijn, Dirk. Aanbeveling. Ze zien mijn werk met dat tankje, zeggen ze, ik zou ook zo'n tankje willen. Kijk hier, kijk. We gaan dat lichtjes aanfruien. Je ziet dat is heel snel, hè. Want in de tijd dat ik een uitleg gegeven heb van mijn wijn, is dat al aan het fruien. Waar komt dat een beetje? Ten eerste omdat ik een heel goed vuur heb. En ten tweede omdat dat potje onder mijn vuur al, die gietijzende kom, is eigenlijk al voorverwarmd. Dus het neemt heel veel sneller temperatuur aan. Kijk, dat mag niet verbranden. Hoor je dat al?
Kijk. Tegen de micro, dat je dat goed hoort, dat dat aan het sudderen is. We gaan dat niet te lang laten sudderen. En we gaan dat dan een klein beetje laten. Ja, gasten, dat zou pas voorspellingen zijn dat ik heel die anglais gereed doe. Dat is veel te uitzonderlijk. Hè. Ik kijk klanten niet naar wel. Als ik dat hier nu gereed maak, is dat om zeep is. We gaan daar een stukje van snijden. Hè. Kijk, ik ga daar eens een stukje van snijden. Hè. Voilà. Want eigenlijk in het restaurant kun je dat echt per 100 gram bestellen, hè, als degustatie. Voilà. En dat gaat terug in de koelkast. Hè. Kijk hier, ik heb hier mijn noorden gehad van mijn cameraman. Hè. Je geluk, we blussen dat eigenlijk eerst met die rode wijn. Baudouin en Fabiola, santé. Hoor je dat? Hè? Moet dat zien. Heb dat niet gisteren? Een 007 er uit. Spelen met vuur. Gevecht tussen vuur en mens. Kijk hier. Die geur, die aroma die daaruit komt. En nu gaan we dat een klein beetje... Dat is al aan het inkoken. Hè. Kijk, dat bekan, het is aan het verdwijnen. Zelfs met een rode wijn is aan het verdwijnen. Opgepast. Hier ze. Een beetje blussen. Met bruine foam. Een goede foam. Je kunt dat kopen ook in de handel. Je moet dat voor niet zelf maken, gasten. Een beetje up. Bruine foam. Met, ik werk meestal met plantaardige room met een klein beetje dierlijke vet. Ik denk dat we 3% dierlijke vet nemen. Ik let er ook op. Met mijn lijn. Kijk hier. Bien soigné, hè. En in vorm. Kijk hier, zeg. 56. Geen kilo, hè. 56 jaar, hè. Hier, zeg. Maar dat laten ruttelen en pruttelen. En ondertussen ga ik die anglais, die al een klein beetje warmte heeft, een klein korstje geven. We gaan onze beruchte olie gaan passen, want ik werk wel een klein beetje olie. Een hele magere spier. Dus we moeten daar wel een klein beetje vetstof rond doen, omdat toch wel dat kleurtje... Dat vlees heel snel temperatuur zou nemen en met olie gaat dat iets sneller. Dat is de beruchte Kurt Velge, barbecue Kurt alias, barbecue Kurt olie. Dat is een gedekte olie met een gewoon klein beetje peper en zout in. Is te koop in onze slagerij. Want een barbecue gaat er weer tegenaan. Hè. Het zou net een skink fan, maar gewoon weer barbecue, hè, van de jaren. Met al die slechte crisistijden moet ik kunnen echt die positieve flauw geven. Hè. Als ik nog een mijn tangen vind, ben ik heel goed. Maar ik vind ze niet. Sudderen en pruttelen. Pas op, eigenlijk zou ik zeggen, als je dat thuis wil klaarmaken, hoeft er daar geen room bij hoor. We gaan monteren het straks met een beetje verse boter. Dus eigenlijk hoeft er daar geen room bij. Maar nu, wat we zeggen, het is voor de film. Stel je nou. Dat worden. Maar hou, je verstaat wel. Hè. Kijk, voilà. Je ziet dat vlees, je voelt het natuurlijk niet. Maar eigenlijk is dat nu low. Dat vlees is low. En je ziet dat ook, die eiwitten zijn aan het stollen. Dus we gaan dat nu gewoon even op het vuur een korstje geven, wat smaak geven, een klein beetje vuur krijgen. Hé. Niet voor de buurs alleen, de gebuurs, maar ook voor je vlees uiteraard. En voor je gasten, stel je voor dat je gasten hier hebt, die geur dat je nu creëert. En die lucht, die snuiven dat op en straks, wat je ruikt, dat proef je gewoon. Snap je? Dat is, barbecue is een concept, dat is geen recept. Ik hoor soms van alles aan, heb je een recept voor mij? Denk ik heb een recept. Het is een concept. En die geur, die rook, dat is belangrijk. En uiteraard, de smaak dat volgt. Kijk, met een klein beetje vuur geven en we gaan dat weer laten rusten nu onder het vuur. Dus je ziet, barbecue met een 007 is eigenlijk constant spelen met onder en boven. Onder en boven. Straks gaan we er links, rechts en snijden. Kijk, ik heb nog mijn sausje. Moet dat een keer zien. We gaan dat een beetje dichter zetten, want er is vrij warm voor mijn hand op boven toon met... Het brucht barbecue Kurt potje. Barbecue Kurt tankje. Kijk hier, moet ik kijken. En zo serveren we dat ook. Hè. En als je nu zo'n saus gemaakt voor je gasten, met een stukje anglais. En je pakt dat potje en plankje en dat staat te ruttelen en te pruttelen. En zijn dat zien gereed doen. En zet dat zo op tafel. Hè. Ik zweer het u, hè. Scoren hooi. Voilà ze. We zijn eigenlijk gereed. Hè. We zijn gereed, hè, man. Mijn vlees zijn nu weer terug, een klein beetje nagehaard, een beetje gerust. Ja? We gaan dat nu even op het vuur leggen. Nog even op het vuur, dan afgrillen op de grillplaat om toch dat korstje nog iets krokanter te krijgen. Want dat heeft ook een smaak, een korst. Niet alleen die houtskool. Dat sausje is picobello. En we gaan dat nu met je, kijk, we gaan dat even laten rusten onder het vuur. Zie je dat? Dat is constant, hè? Onder en boven het vuur. Kun je niet geloven hoe heerlijk dat is. Oh, ik heb eerst zo mijn vrouwen. Onder en boven. Onder en boven. Onder en boven. Als er nu niet die eerste rest, dan hebben we hetzelfde met een barbecue. Moet ik een voldoen ook eens aan het leven. Ja,
Zie je reed voor de grubplaten? Ik wel. En die Anglais ook. Hela. Heb je het verschil gehoord? Tussen dat moet ik lusten, hè? Want ik er even dat zien. Dat is op een rooster, op dat heet vuur. Dat zit mijn grillplaten. Versta je dat, hè? Dus dat, die grillplaten, dat is ook te koop in onze barbecue shop. Die grillplaat is geen gietijzer. Het is een soort een legering van aluminium die de warmte accumuleert. Dat is het enige moeilijk woord dat kan uitspreken. Het slaat de warmte op, zodanig dat het moment dat je vlees oplegt, gaat de temperatuur niet naar beneden, maar gaat die grillplaat die temperatuur van dat vlees omhoog duwen. En zo krokeer je eigenlijk echt die krokante korst. Want dat is belangrijk. Voilà. En dan even kijken hoe lassen. We gaan daar een las rondleggen. Niet hoor. Kijk. Rondom rond. Ik heb hoe het in zijn botten heen. Kijk. Maar van die geur, hé, man. Die geur. Kijk, ook dat zie je. Wat ik nu aan het doen ben, vind ik het zo zonde dat mijn grootvader dat niet kan meemaken. Ik zweer het, jong. De kruien. Maar vent toch. Dat is de Anglais. De kruien. Ah. Oh. Soms laat ik zie aan mijn hoofd aan een hele krooi. Je had een hele krooi heb. Met vette frieten gebouwd. Dat was mijn Peter. Ja, een vreekrak van een aparte mens. Ik heb waarschijnlijk een stukje meer van hem. Dus een beetje raar. Een beetje een rare mens, maar fantastisch. Voilà, kijk, dat is klaar, hè, mensen. Ik ga dat nu aansnijden, maar dat even laten liggen. Eigenlijk, ideaal zou zijn dat we nu dat vlees een klein beetje laten rusten onder het vuur, op de laatste stand. Want onder het vuur in het schof heb ik ook de mogelijkheid om mijn rooster hoger te zetten en lager te zetten. Ik werk in twee zones. Ik ga dus de rechter rooster helemaal plat, dus maar onder, ver van het vuur, onder het vuur, maar verder van. En de andere leg ik een klein beetje hoger, zodat ik ook temperatuurzone heb. Maar nou je goed kijkt, moet ik kijken, cameraman. Kijk, om wat te zeggen welke temperatuur dat ik hier heb. Ik zit nu op de hoogste stand van de rooster en ik zie die saus lichtjes, maar lichtjes pruttelen. Dus dat wil zeggen dat het redelijk warm is, hè, daaronder. Voilà. We gaan dan nu rips hebben. En we gaan dat een klein beetje nu opdekken. Monté au beurre, dat we zeggen. Monté au beurre. En hoe doe je dat, hè? En met beuter, vindt. Kijk hier, ze. Kijk, een schijfje beuter en niet tegenstaan dat ik ze onder het vuur gezet heb. Om toch zo vast mogelijk te houden. Kijk, we gaan daar een klein beetje van die beuter. En we gaan dat nu van het vuur houden. Anders skift dat, zeg mijn cameraman. Pas op, ik heb een cameraman die eigenlijk beter kok heeft dan ik. Dus moet lusten, hè, vent. Hier, ze moet. Kijk er hier. Kijk. En we gaan dat nu gewoon even inroeren. En je gaat zien, dat is gewoon een dij van die verse boter. En dat probeer ik altijd zo op tafel te zetten van mijn gasten. En ik zeg, voilà, hier de charlottesaus. En het is een douchesaus. De mensen moeten zelf met een lepeltje... De mensen moeten zelf met een lepelje die beuter doorin roeren. En dat is een douchesaus. Ik vind dat zo'n mooie vorm. Een douchesaus. Voilà, die saus is klaar. Mijn vlees is gerust. Of heeft gerust. Voilà. Kijk, moet ik kijken. Zie je dat? Voilà. C'est bon. En nu, ken je dat hier? Je kent dat, hè? Dat tankje ken je, die plaatjes. Allemaal in onze barbecue shop, hè? Voilà, we gaan dat een klein beetje in de zon zetten. Voilà. We gaan dat aansnijden met een hoemes. Voilà. Hoe heb je stal gezet, dat goed snijdt. En wat doe je? Een keer in de onder planken draaien voor de braamjes af te hebben. Kijk, het niet vergeten, hè. Voilà, kijk hier. Moet ik kijken. Dat is echt heel donker vlees. Grof van draad, maar echt super lekker van smaak. Een klein beetje op de zoete kant eigenlijk wel. Hè. Het is wel sterk van smaak, maar het is toch redelijk zoet. Kijk, en we gaan dat schoenen en zo lazen. Zie je dat, hè? Kijk. Zie je dat? En dat plootje, hoor je dat? Ik weet niet of je het hoort, kan ik het dicht aan. Hoor je het? Lichtjes sudderen. Dat wil zeggen, perfecte temperatuur. En zo gaan we dat serveren aan onze gasten. Een klein beetje zout erop. Voilà. Lekker zout. Een klein beetje peper. Voilà. En toen een klein takje thym. Ik heb ook zo'n beetje groen. Dat is zo puur natuur. Een klein beetje olie erop. Moet ik kijken. Zo, wat peisje. Anglais. Barbecue Kurt. In samenwerking met 007. Smakelijk. En je weet ons te vinden. Merci en tot volgende week. Doei. Ik ga toch een keer proeven. Ik ben eigenlijk uw barbecue architect. Zo moet eigenlijk zien. Het resultaat is voor mij super belangrijk. Als ik aanvoel van dit gaan jullie, dan ga ik dat ook.